Like Challenge. Like de video als jij kan lezen wat hier staat. En laat het dan in de comments achter. Het is een prachtige dag en we zijn lekker aan het voetballen. Aan de kant jongens, ik wil scoren. Ik wil scoren. Heb ik al gescoord? Ik kan niet geloven dat de zomer eindelijk is aangebroken, zegt Sophie. En vanavond gaan we naar het concert van Selena. Oh. Selena is de grootste beroemdheid in Brookhaven. Hallo allemaal, zegt de moeder. Het is mooi weer vandaag. Kunnen jullie wat bloemen voor me plukken? Jawel. Oké, dus we moeten een aantal bloemen plukken. Dit is de tweede. En de andere spelers hebben de rest. Dus jongens, hoe kunnen we vanavond op het podium sluipen? Alleen de moeder zegt dan, vergeten jullie niet iets? Zomerschool begint morgen. Zomerschool? Dus niemand gaat naar een concert vanavond. Maar we willen Selena zien. En de moeder gaat er vandoor. We kunnen dit concert echt niet missen, zegt deze dude. Ik heb een idee, zegt een andere speler. We pakken de auto en proberen weg te gaan voordat onze moeder het ziet. Niet echt een goed plan, maar we hebben geen keus. Oké, jongens. We zijn bijna binnen. Dus dit is waar het concert vanavond gaat plaatsvinden. En we moeten proberen door de ventilatie te sneaken. Ik kan niet wachten om Selena te ontmoeten. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn. Want als we vallen, zijn we af. En gaan we Selena niet kunnen zien, omdat we dan niet meer meespelen. Dus genoeg reden om extra voorzichtig te zijn. 3, 2, 1. Nice, come on. Dude, we zijn er. Dit is de VIP. En deze VIP bevindt zich in het gebouw waar Selena vanavond optreedt. En we gaan nu richting het podium. Hey, jullie. Jullie horen hier niet te zijn, zegt de manager van Selena. Beveiliging. Oh, beveiliging? Oh nee. De beveiligers zijn gearriveerd. En er zit dus niks anders op dan de battle aangaan. Alleen zijn ze zo sterk. Wat logisch is, want het is hun werk om te beveiligen. Maar nu gaan we proberen het podium te betreden. No way! We zijn op het podium! We zijn beroemd! Ik ben echt alleen maar aan het springen. Ik weet niet hoe beroemd zijn werkt. Oh, dit is zo gaaf. Dit is hetzelfde podium waar Selena vanavond optreedt. En nu staan wij er. Terwijl we eigenlijk op zomerschool hadden moeten zitten. We houden ons niet aan de regels in dit verhaal. Alleen waar is de echte Selena dan? We gaan ook helemaal los, hè. Dit is echt ons moment. Het is gewoon gelukt. Einde van de video? Nou, niet helemaal. Dat was fantastisch. Ik kan niet geloven dat we daar net stonden, zegt deze speler. De fans houden van ons. Deze dude is nog steeds aan het dansen. Hij zit helemaal in zijn vibe. Maar jongens, misschien kunnen we er beter van doorgaan. Niet alleen de fans, maar ook de beveiliging heeft ons waarschijnlijk... Selena? Wat doen jullie hier bij mijn show? Dat is de echte Selena. Mag ik je handtekening? Omg, Selena. Het spijt ons zo erg, zegt een van de spelers. We wouden niks fout doen. Maar wat vindt ze hiervan? Ach, het maakt niet uit. Jullie waren fantastisch daar. Wat? Dankjewel. Sterker nog, ik wil jullie allemaal met mij op het podium bij mijn volgende show. Is dit een droom? Het is echt. Oh, maar dat is de manager. Jullie mogen eerst wat eten voordat we op reis gaan. Wat moet ik voor jullie halen? We hebben nu al onze eigen manager. Willen we een burger, een hotdog, een pizza of een broodje? Ik wil wel een pizza. Oké, ik ga pizza's voor jullie halen. Dankjewel, manager meneer, die ons er net nog uit wou zetten. Oké, we hebben de pizza gekregen. Die mogen we snel opeten. En daarna gaan we met een privéjacht naar de volgende show. Dus dat is hoe het voelt om famous te zijn. We hebben onze eigen boot. Oh man, samen met Selena op een boot waar ook nog een podium op zit, zodat we daar kunnen oefenen voor de show. Welkom op mijn privéjacht, jongens. Kijk maar een beetje rond en geniet ervan. Ik heb Selena alleen nog maar gezien op posters in Brookhaven. Ik heb mensen gezien met shirts waar ze op staat, maar ik heb haar nog nooit in het echt gezien. En ze heeft dus gewoon haar eigen privéjacht. Dat is zo gaaf. Oké, wat gaat er gebeuren? Oké, kom iedereen. Het is tijd om te dansen. Oh ja, we moeten oefenen voor vanavond. Ik weet niet hoe ik moet dansen in dit spel, dus ik spring gewoon. Ik noem dit de springdans. En ik ben niet de enige. Iedereen doet met me mee. De volgende keer als ik iemand op het podium zie, wil ik hem zien springen, oké? Hey Selena, waarom sta je stil? Ah, waarschijnlijk heeft ze al genoeg gedanst vandaag. Wauw, dit is zo gaaf. We staan zo meteen. Wat was dat? Selena, hoort dit bij de show? Het is wel erg donker ineens. Zegt Selena. Ik denk dat de elektriciteit is uitgevallen. Oh, nee toch. Over slechte timing gesproken. Wacht even. Ah, we kunnen het aanzetten via de powerbox. In de kelder. Een boot met een kelder. Dan weet je dat je super famous bent. Oké, dus we gaan naar de powerbox toe. En waarschijnlijk als we wat knoppen indrukken. Wacht even. Wat hoor ik nou? Dat is niet iemand die bij de show hoort. Wegwezen. Jij bent niet welkom. Jij hoort niet bij de show. Oh, we kunnen hem niet verslaan. Oké, ik ga naar Selena toe. Wacht even, dat kan niet. Het monster heeft de deur gebarricadeerd. Onze eerste dag als superster. En nu worden we al achterna gezeten door een monster. Ik dacht dat dat pas op dag 3 zou zijn. Maar even serieus, dit is niet nice. Al moet ik zeggen, dit monster heeft best wel goede bewegingen. Misschien kunnen we hem ook uitnodigen op het podium. Ik weet niet of de fans daarvan houden. Oeh, wacht. De barricade is weg. Oké, jongens, we moeten snel van het schip af, zeggen wij in het spel. Maar wacht, waar is Selena? Selena zegt help. En ze staat ergens op een bootje. Oké, we moeten snel naar Selena toe. Kom op, kom op, kom op.
op. Snel, snel, snel. Oh, dude, Selena, ik kom je helpen, ik kom je helpen. Spring, spring, spring. Oké, we zijn er, we zijn er. Wat kunnen we voor je doen? Moet ik je een druif geven? Of heb je liever een appel? Ja, waarschijnlijk wil ze geen fruit, maar waarschijnlijk wil ze dat we haar leven redden. Oh man, we zitten letterlijk in the middle of nowhere. Dat was zo eng, jongens, zegt deze speler. Ja, zegt Selena. En nu zijn we verdwaald in het midden van de oceaan. Ja, je hebt gelijk. Ik bedoel, je kunt hier wel een optreden geven, maar er zijn niet echt veel fans. Tenzij dolfijnen houden van je muziek. Laten we hopen dat we op tijd worden gered voordat de show begint. Nou ja, ik vind dat niet zo heel belangrijk. Ik wil gewoon blijven leven, zeg maar. Oh, een helikopter! Ik wist dat we gered gingen worden, zegt de speler. Wacht eens even, is dat Selena? Zegt de piloot van de helikopter. We gaan jullie snel naar huis brengen. Oh man, we zijn letterlijk gered. En we zitten weer op het land. Alles voor jou, Selena. Ik ben je grootste fan, zegt deze piloot. Luister maar niet naar hem, Selena. Ik ben je grootste fan. Maar wacht even, het concert. Ik bedoel, ik zou het bijna zijn vergeten omdat we bijna niet meer leefde. Maar dat concert gaat nog door, toch? Natuurlijk gaat dat door. Ik breng jullie erheen. Oh, man. Alles is beveiligd voor ons. Alleen de politie zegt, jullie kunnen er niet door. Selena is aan het optreden. Hè, Selena? Maar Selena staat hier. Ja, ja, goed geprobeerd. De echte Selena is al ingecheckt een uur geleden. Selena? Ik denk dat we te maken hebben met iemand die jou nadoet. Hoe kan dit? Nou ja, wij waren er natuurlijk niet. En iemand heeft zijn kans gegrepen. Heeft gedaan alsof die jou is en is hier naar binnen geglipt. En nu geloven zij niet dat de echte Selena de echte Selena is. Maak je geen zorgen. We weten inmiddels al hoe we naar binnen kunnen. Oh ja, dat is waar. In het begin zijn we natuurlijk al het podium opgesneakt. En dat kunnen we gewoon weer doen. Wacht eens even. Dat is niet de echte Selena daar op het podium. Dat is iemand die haar nadoet. Jij bent een naaper. Je bent een nep Selena, zeggen wij tegen haar. Ze zegt, jullie kunnen me niet meer stoppen. Ik ben een ster. Ik heb alle fans van Selena gestolen. En nu zal ik jullie vernietigen. En dat is mijn show. Ik vind dat niet zo'n leuke show. Kun je geen liedje zingen? Oh nee toch. Ze komt eraan. Oh man. En het erge is nog wel, die andere speler heeft nog maar een heel klein beetje health. Als die afgaat, dan zijn wij letterlijk de enige die dit kunnen winnen. Moet je nagaan. We zijn een dagje verdwaald op het midden van de oceaan en iemand doet de superster Selena al na. Kom hier, kom hier. Oh, dit gaat veel te langzaam, dude. Ik heb denk ik wel een idee hoe we dit wat sneller kunnen laten gaan. Maar voordat we dat doen, laten we eerst even, ja, rennen voor ons leven. Oh, man. En we hebben Selena nog ineens een liedje horen zingen. Kijk, we halen er een regenboogzwaard bij. En deze kunnen we dan gebruiken om de nep Selena mee in te maken. Hoop ik. Misschien. Het gaat eigenlijk best wel langzaam. We zijn al op de helft. We kunnen dit. Zolang die andere speler maar gewoon niet afgaat. Oké, ik ga hier zo staan. Oh, dude. Ik hoop gewoon dat we nog wel kunnen meedoen aan het concert. Oké, daar gaan we. Misschien gaan we het nu wel in één keer halen. Kom op nou. Kom op nou. We moeten nog maar een kwart. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oké, het laatste stukje. Oh nee, die speler is af. Die speler is letterlijk afgegaan. Oh man. We zijn nu letterlijk de enige die de echte Selena kunnen redden. Want als deze Selena wint, dan gelooft niemand meer dat de echte Selena de echte Selena is. Wacht even. 3, 2, 1. Kijk, ik zei het toch. Het is een neppert. Oké, het spijt me. Ik wou gewoon een superster zijn. Ja, maar luister, zo werkt dat niet, hè? Ik wou niemand pijn doen. Je hebt net de vloer veranderd in lava. Check this out! Wij staan op het podium met de echte Selena. We hebben gewonnen! Abonneer voor meer en adios.